Vierdaagse feesten hebben een nieuwe directeur. Teddy Vrijmoed nam eerder een nieuwe baan aan als directeur bij de Lindenberg. En daarom neemt Leo Weterings nu het stokje over. Een man die al lange tijd bezig is in dit vakgebied. Het leuke is dat ik ruim 30 jaar geleden hier achter op het Koningsplein begonnen ben in de horeca. Daar ook een tijd in Nijmegen in de horeca gewerkt heb. Toen mijn vleugels uitgeslagen heb. Ik ben projectleider geweest voor grote landelijke evenementen bij het evenementenbureau LOK 7000. Daar heb ik veel geleerd over evenementen. Daarna ben ik overgestapt naar de gemeente Nijmegen, waar ik als adviseur evenementen werkzaam ben geweest. En ik hoop juist nu weer terug te kunnen grijpen naar mijn ervaring in de evenementenwereld en de horeca. Om mijn functie als directeur van Vierdaagse Feesten goed te kunnen vervullen. En daar heb ik alle vertrouwen in. Een nieuwe directeur betekent nieuwe plannen en ontwikkelingen. Nu bestaan er, gelukkig voor Weterings, slechtere posities om in te verkeren als beginnend directeur. Ik wilde graag directeur worden van de Vierdaagse Feesten. Omdat ik veel ervaring heb in de horeca. En ook in de evenementenwereld al, meer dan 20 jaar. Bovendien ben ik Nijmegenaar en wat is er dan mooier om iets voor je eigen stad te kunnen doen. Ik krijg vaak de vraag van wat gaat er veranderen onder mijn leiding. Dat is vooral voortzetting van ontwikkeling die er in het verleden al ingezet is. Ik heb een prachtige erfenis gekregen van Teddy Vrijmoed, die de afgelopen 10 jaar iets prachtigs neergezet heeft. Met veel variatie voor verschillende doelgroepen. Doelgroepen, dat klinkt dan meteen zo alsof mensen in hokjes staan. Dat is het juist niet. Het is een feest voor iedereen, voor alle Nijmegenaren en de bezoekers van buiten Nijmegen. Duurzaamheid blijft een heel belangrijk thema, ook de komende jaren. We willen daar ook nog een stapje verder in gaan. We hebben nu als centrale organisatie van alles gedaan om duurzaamheid te ontwikkelen. De volgende stap zal zijn dat we ook aan de ondernemers en de organisatoren van evenementen gaan vragen. Wat is jullie steentje dat je bij kunt dragen om duurzaamheid verder te ontwikkelen?